Het aantal mensen met dementie is al groot en het gaat verdubbelen tussen nu en 2040. Mensen wonen steeds langer thuis met dementie en maken dus gewoon deel uit van de maatschappij. Om aandacht te vragen voor het groeiende aantal demente ouderen is vandaag een campagne gestart. De website zegiets.nl spoort mensen aan om gewoon contact te maken met mensen die dement zijn. Dat iemand ziet van ik word even gezien, die ziet dat ik het even onhandig doe. Er is iemand die even met me meekijkt en daar kan ik even op terugvallen. Dat is eigenlijk wat je wil bieden. De nieuwe website maakt gebruik van tekstballonnen. En daarom begint de campagne met het maken van een grote openbare tekstballon in Alkmaar Ouddorp. De graffiti-artiest Erik is niet zomaar bij de campagne betrokken. Mijn moeder die is vorige februari is die overleden. Die heeft 7 jaar aan vasculaire dementie geleden. Dus ik heb daar wel wat mee. Op straat worden mensen aangesproken met de vraag, wat zeg jij tegen iemand die dement is? Ja, mijn opa inderdaad. Ja, dat is nu ongeveer een half jaar. En je ziet nu wel dat het achteruit gaat. Ik zou wel met die persoon meegaan en horen wat hij zegt en kijken wat hij doet en dan proberen om behulpzaam te zijn. Soms weet je niet precies wat je moet zeggen of je wel een reactie op krijgt, want soms dan geeft hij wel een glimlach, maar dan weet hij eigenlijk niet wat hij moet zeggen. Wil je ook weten hoe je het best kunt praten met een dementerende oudere? Bezoek dan de tekstballonnenwebsite www.zegiets.nl.